Op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas zijn er werken aan de gang. In mei van vorig jaar starten de werken voor de bouw van een nieuw politiehuis in de Dalstraat. Alle operationele diensten krijgen er onderdak. De ruwbouw is bijna klaar. Wel, op deze verdieping, dus de gelijkvloerse verdieping, rechts naast de inkom, bevinden zich dus de burelen voor interventie, mobiele overlastteams, wijkpolitie, verkeersdienst. Links van u, rechts van mij, ziet je dus de sleuf die ook zal leiden naar de ondergrondse parkeergarage en de cellen. De lokale recherche en de dienst evenementen krijgen een plek op de eerste verdieping. 8 jaar na de politiehervorming zullen alle politiediensten van de zone Sint-Niklaas dan eindelijk onder één dak zitten. Een milieuvriendelijk dak bovendien. Het wordt dus een laag energetisch gebouw. Dat betekent dat door het gebruik van speciale technieken en middelen alle energie die nodig is om het gebouw op te warmen, te verlichten, te verluchten, tot een minimum zal worden beperkt. Het oude en het nieuwe politiegebouw worden aan elkaar verbonden met een glazen corridor. Alles bij elkaar kost het nieuwe politiehuis €6.377.000. In januari volgend jaar moet het klaar zijn. Als de planning blijft zoals nu voorzien, dan nodig ik alle Sint-Niklaasenaars uit om in begin 2010 aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe politiehuis. In de Gijsselstraat in Nieuwkerken is de aannemer gestart met de werken aan basisschool De Droomballon. Zowel de lagere als de kleuterschool worden onder handen genomen. Er is momenteel gestart met de eerste fase en dat is de uitbreiding van de lagere school. En die gebeurt eigenlijk op terrein hier achter mij, buiten het bestaande schoolterrein. Het is het terrein waar vroeger de bibliotheek stond. De aannemer bouwt in fase 1 een blok met administratieve ruimtes, 6 nieuwe klaslokalen, een fietsenstalling en nieuw sanitair. Er komt ook een nieuwe speelplaats. De bedoeling is dat deze volledige uitbreiding ter beschikking komt van de 4e, 5e en 6e leerjaren. Zodanig dat de bestaande speelplaats met de klassen die er nu rond liggen ter beschikking komt van de lagere graad, dus van de eerste, tweede en derde leerjaren. Tegen de grote vakantie van 2010 moet de eerste fase klaar zijn. In een tweede fase wordt de kleuterschool uitgebreid. Er komt een overdekte speelruimte, 3 nieuwe klaslokalen, een zorgklas en een grotere speelplaats. De kleuterschool krijgt ook een eigen ingang en een eigen refter. Het totale project zal ongeveer €2.365.000 kosten. Het is wel zo dat de bouwwerken grotendeels gesubsidieerd worden door het AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Zodanig dat het aandeel van de stad ongeveer tot 30% van de totale kostprijs beperkt blijft. In september 2011 kunnen de eerste kleuters in hun nieuwe klas. In heel wat straten in Sint-Niklaas en de deelgemeente worden de voetpaden vernieuwd, onder meer in de Priesteragewijk. De aannemer werkt in fase om de overlast te beperken. Tijdens de uitvoering van de werken blijft er steeds 1 rijstrook vrij. Ook het Stadspark van Sint-Niklaas krijgt nieuwe wandelwegen. En ook op de volgende plaatsen wordt er gewerkt in 2009. De Plezantstraat wordt een brede invalsweg. Langs de drukke N70 Westweg worden 3 kruispunten verkeersveiliger. Aan de Singel wordt het regenwater gescheiden van het afvalwater. Het fileprobleem op de Prins Boudewijnlaan wordt aangepakt. En met een brug komt een einde aan de file voor de spooroverweg aan de Valk en de Hoge Bokstraat. De Plezantstraat krijgt dus een nieuwe look. Oude gebouwen worden afgebroken en de weg wordt verbreed. Zo wordt de Plezantstraat een brede invalsweg naar het stadscentrum. Te reken, 3 gaaien en 1000 appels, 3 kruispunten op de N70 worden heraangelegd en veiliger gemaakt. Ook de situatie voor fietsers zal verbeteren. Aan de Singel wordt het regenwater gescheiden van het afvalwater van het industrieterrein en aangesloten op een nieuwe collector. Zo wordt het risico op wateroverlast aan het kruispunt van de Raapstraat met de Passtraat kleiner. Om de files aan te pakken op de Prins Boudewijnlaan worden over heel het traject van de Singel tot de rotonde aan de Parklaan 2 keer 2 rijstroken aangelegd. Ook de rotonde krijgt een dubbele rijstrook. Er komen nieuwe fietspaden met een veilige oversteek ter hoogte van het Glycineplein. Een brug over de spoorlijn tussen de Tuinlaan en de Leon Scheerderslaan moet het fileprobleem aan de Valk oplossen en het doorgaand verkeer in de stadskern verminderen. Er komt een fietspad tussen de Valk en het Westerplein met een fietstunnel onder de spoorlijn.